verhaal van Vlaanderen, vrienden. We krijgen helaas recent nog eens onder ogen dat dat verhaal volgens de linkerzijde niet mag bestaan. En als het al bestaat, dan is het een slecht verhaal. Een gitzwart verhaal waarvoor wij ons zouden moeten schamen. Als er een Europees kampioenschap zelfafbraak zou bestaan, de Vlaamse linkerzijde won het met de vingers in de neus. Zij gunnen ons geen verleden en ze willen op die manier de toekomst aan Vlaanderen ontzeggen. Maar de Vlamingen zelf, die zijn hun onzin meer dan beu. En dat is maar goed ook. Ja.